Strafschop van Mansveld eerst, daarna Zwanenburg in de tweede helft 1-0. 2 minuten voor tijd van Leeuwen 2-0. En in de laatste seconde een strafschop waardoor het 3-0 werd voor FC Den Haag. Strafschop ook benut door Van Leeuwen. PSV Roda JC 2-1, gisteravond gespeeld ook. PSV speelt dinsdagavond tegen Australië. Dinsdagavond om 8 uur, daar hebben ze nu in ieder geval de tijd voor na de uitschakeling voor de Europa Cup. Haarlem NEC 1-1, in de laatste minuut de gelijkmaker voor NEC van Ben Hulshoff. AZ De Graafschap 4-1. Brengt ons op de stand in de Eredivisie. Feyenoord nog op kop met 23 punten uit 13 wedstrijden, daaronder Ajax 21 uit 13 en dan op 5 punten achterstand Roda JC dat de subtop aanvoert. Een subtop waarin 3 clubs gelijk staan, AZ, Haarlem en FC Utrecht met 16 punten uit 13 wedstrijden. Daaronder dan PSV 15 punten, Sparta 14, NAC 14, FC Den Haag 11, Eindhoven 11, Go Ahead Eagles 11, NEC 9, FC Twente 9, VVV 9 en onderaan broederlijk B1 De Graafschap, Telstar en FC Amsterdam. En dan zondag de grote wedstrijd toch weer, de topper Feyenoord tegen Ajax. Er was alle reden om met Nico Jansen nog even na te praten over die gele kaart, ook al als voor de gevolgen van de wedstrijd voor aanstaande zondag. Theo Rijtsma. En dat doen we dan zometeen. We gaan eerst even door met de uitslagen van de Eerste Divisie. Veendam Fortuna 3-0. Cambuur tegen FC Den Bosch 1-1. PEC Zwolle Amersfoort 2-1. Vitesse Helmond Sport 5-1. SVV Wageningen 1-1. Excelsior Willem 2 1-0. FC Dordrecht Heerenveen 0-1. FC Vlaardingen FC Groningen 1-0. En bij die wedstrijd moet aangetekend worden dat er een rode kaart kwam voor Van Dijk van Groningen. Scheidsrechter Van Ooyen gaf die wegens het herhaaldelijk onderuithalen van een tegenstander. En ook Van Loon van Groningen kreeg de gele kaart wegens datzelfde vergrijp. Laatste uitslag, MVV Heracles, gisteren al gespeeld 2-0. En dat brengt ons op de stand in de Eerste Divisie. Hier heeft u hem. Vitesse bovenaan met 12 wedstrijden, 20 punten. Vitesse is al periode kampioen van de eerste periode. Tweede plaats MVV, 13 gespeeld, 20 punten. Derde plaats PEC Zwolle, dat samen met Vitesse nu de strijd om de tweede periode leidt met 4 wedstrijden gespeeld en 7 punten. Kijkt u verder het rijtje langs, waarbij nog opgemerkt moet worden dat in diezelfde tweede periode Veendam op dit moment op de tweede plaats staat met 5 punten uit 3 wedstrijden. En dan gaan we de Toto doen. Toto nummer 45, het goede rijtje als volgt. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 3, 1 en tenslotte een 1. En in Den Haag zijn er 25 meldingen binnen van 13 goede uitslagen en Den Haag heeft verzocht om niet meer te bellen als u diezelfde 13 goed heeft. En dan gaan we toch nog dat interview uitzenden wat Theo Rijtsma na afloop van de wedstrijd Sparta Feyenoord maakte met Nico Jansen over die gele kaart die belangrijker zijn voor de wedstrijd van aanstaande zondag Feyenoord tegen Ajax. Nico Jansen, een moment in de eerste helft. Doesburg is het doel uit. Er blijft 1 verdediger over. 3 van Feyenoord daar tegenover. Jullie denken dat het allemaal correct is. De scheidsrechter zegt gewoon, het is buitenspel. Snap je dat nu op dit moment? Nou, op het moment als je natuurlijk, als je had 2 verdedigers, als je met 2 aanvalt, moet je 2 verdedigers staan op het moment. Maar op het moment dat de bal gespeeld wordt, komt van Doesburg zijn voet af. Ik blijf stilstaan op het moment. Die bal springt naar Jan Verheijen toe. Er staat er één goal. Dat kan je vanavond ook wel zien op televisie. Ik blijf gewoon zeggen, Jan, ga door en schiet. Normaal een goal natuurlijk. Maar op het moment dat hij me afkeurt, want hij dacht dat ik buiten spel stond. Maar ik kon niet, alleen maar op. Ik sta vanavond gewoon stil. Ik zeg, Jan, ga door en... Nou ja, dat is alles. Dus hoe hij me afkeurt, weet ik ook niet. Maar Jan Verheijen schiet in op het moment dat er nog maar één verdediger staat. Doesburg telt op dat moment niet meer, want die staat ergens bij de middenlijn. 1 tegen 1. Wie zegt dat? Hij ontving de bal van Doesburg. Doesburg raakte hem aan. Oké, okay. Jouw opinie. Vanavond, mensen thuis moeten nog maar eens gewoon eens rustig gaan kijken. Oké, okay, maar dan zegt Berrevoets, dat is geen doelpunt. Wat roep jij dan allemaal naar zo'n andere Amsterdammer? Niks, ik zeg gewoon, ik zei helemaal niks. Ik zeg, waarom keur die call af? En verder niks, we woorden tegen elkaar, normaal. Hé, Amsterdammers. Maar ik pakte hem bij zijn arm, normaal. Ik draai me naar me toe, ik wil er dus normaal aan praten en hij zegt, je gaat een gele kaart.
Waarom snap ik ook niet. Als er nou een situatie is dat ik een speler onderuit kegel of zo. Maar ik zeg gewoon met z'n tweeën staan we tegenover elkaar. Maar om gelijk een gele kaart trekken. En vooral nog wel tegen Ajax ook. Ja, want nu mis je de wedstrijd tegen Ajax natuurlijk. Nou, mis je me. Hier kom ik in een boeking eraf. Ik vind met deze zo'n situatie, als je daar nog een strafverkrijging op nodig natuurlijk. En het is zo aardig om te constateren dat Nico Jansen dan ongelijk heeft via de beelden. Scheidsrechter Berrevoets gaf de gele kaart omdat Nico Jansen in woord en daad het oneens was met de leiding. Kijken naar eredivisievoetbal, naar uitslagen en standen, naar de lotto. Het zijn allemaal onderdelen van Studio Sport. Net zo goed als het schaatsenrijden daar een onderdeel van kan zijn. Schaatsen is al van oudsher een gezelligheidssport. Veel meer dan bijvoorbeeld voetbal. Voor jong en oud heeft het ijs een extra bekoring. Om welke reden dan ook heb je altijd wel plezier als je schaatst of pogingen doet om te schaatsen. Want echt schaatsen moet je leren. Overkomen, iets groter het poortje, jongens. Onder leiding van erkende instructeurs kan men op vele plaatsen in Nederland schaatsen. En schaatsen is leuk. Ook als je niet zo goed bent als Eddy Verheijen. Schaatsen is oer-Hollands. Of niet soms. Ga weer eens wat doen. Lekker wandelen, fietsen, rennen. Of schaatsen. Sportreel. En dan buitenlands voetbal, met name Engels voetbal. Weer geweldig veel publiek op de Engelse velden, maar nog steeds niet nodig dat er geweldig grote hekken om die velden staan. Waarom zou dat toch zijn? Kees Jansma.